Dank u, Lien, en dank u aan de organisatie voor de uitnodiging. Ik denk dat ik hier een beetje een vreemde eend in de bijt ben. Ik heb geen achtergrond in marketing. Marketing is ook niet echt het product dat wij verkopen bij TexGain. Maar ik denk dat ik wel een aantal dingen kan laten zien die voor jullie interessant zouden kunnen zijn. En ik zou willen beginnen met een hele korte steekproef. We hebben hier twee tweets. Twee heel verschillende tweets, we zien het al zo op het eerste zicht. Maar ze gaan wel over hetzelfde onderwerp. En we kunnen hier aan conceptextractie doen, feiten extraheren. We zien dat die twee tweets over hetzelfde onderwerp gaan, namelijk de iPhone 7. We zouden ook kunnen observeren dat een van die tweets heel erg positief is over de iPhone 7 en één is meer gematigd en zelfs op het negatieve af. We kunnen dat doen door te kijken naar de emojis. We hebben hier een kusje, handjes klappen, OMG, dat soort van dingen. Terwijl deze persoon, die is eerder negatief, die gebruikt meer getempereerd taalgebruik. Oké, dus dat is extractie van feiten en extractie van sentiment over die feiten. Het is relatief standaard tegenwoordig. We zouden ook nog verder kunnen gaan. En ik ga jullie iets verklappen. Eén van deze tweets is geschreven door een jong, extravert meisje en één is geschreven door een oudere, introverte man. We hoeven geen psycholinguisten te zijn om te achterhalen wie wat heeft geschreven. Inderdaad, en als we gaan kijken naar de profielinformatie, kunnen we inderdaad afleiden. De bovenste is een jongere dame, extravert, waarschijnlijk laag opgeleid omwille van haar leeftijd ook, terwijl de onderste tweet geschreven is door een oudere, introverte man. Stel dat dit onze steekproef is. Stel dat we willen gaan kijken hoe bevalt de iPhone 7 bij het publiek. Dan zouden we op basis van deze minime steekproef kunnen zeggen oké, de iPhone 7 komt erg goed aan bij jonge extraverte meisjes en iets minder bij hoger opgeleide introverte mannen. Uiteraard, dat is nonsens. Dit is een steekproef van laten we zeggen, twee bevragingen. Daar kunnen we geen conclusies aan vaststrekken. Maar die data die krijgen we wel gratis. Op Twitter zijn mensen niet karig met hun sentimenten en hun opinies. En we kunnen die data redelijk gemakkelijk bereiken en daar ook dezelfde types van kennis uit extraheren. Wat zijn de sentimenten? Wat voor mensen zijn het precies die sentimenten uitdrukken? Uiteraard, als we dit op dit soort van datastromen moeten toepassen, dan dat kunnen we natuurlijk niet manueel doen zoals we dat in de vorige slides hebben gedaan. En dan hebben we automatische technologie nodig. We kunnen bepaalde kennis in computerprogramma's steken. En we weten wel dat er bepaalde eigenschappen zijn aan bijvoorbeeld de taal van jongeren. Bijvoorbeeld dit soort van colloquiaal taalgebruik. Volwassenen gebruiken meer formele taal. En we weten dat zelfs over mannen- en vrouwentaal. Mannen blijken meer bepaalde lidwoorden te gebruiken, terwijl vrouwen meer voornaamwoorden zoals ik en jij gebruiken. Nu, dit is interessante informatie, maar geen informatie die we kunnen implementeren in regels. Het is niet omdat iemand een bepaald lidwoord, zoals die, dat of de gebruikt, dat het opeens een man is. Vrouwen gebruiken immers ook bepaalde lidwoorden. We kunnen dit dus niet in een regelsysteem zetten. Daarom werken wij bij TexGain op basis van machine learning technieken, dus op basis van artificiële intelligentie. In plaats van dit soort van klassificatiebeslissingen af te laten hangen van bepaalde regels, van hoe we denken dat mannen of vrouwen spreken, gaan we aan zo'n machine learning systeem, zo'n artificial intelligence, voorbeelden laten zien van een heleboel teksten geschreven door mannen, een heleboel teksten geschreven door vrouwen. En de machine zal zelf wel de taalkundige patronen ontdekken die eigen zijn aan de een of de bepaalde andere categorie. Hetzelfde kan je doen voor jongeren en ouderen, introverten en extraverten, lager opgeleide en hoger opgeleide. En dat is precies het type van technologie dat wij bij TexGain, een spin-off van de Universiteit Antwerpen, aanbieden. Nu, bij TexGain zijn wij computer nerds, technologen. Wij zijn ook mediahoeren. En ik zou vandaag een aantal dingen willen laten zien die een aantal toepassingen van onze technologie die redelijk populair zijn geworden in de media.
De basis van onze technologie is een API die we beschikbaar hebben voor een heleboel verschillende talen. We kunnen aan taalidentificatie doen, dat komt straks nog terug. We kunnen feiten extraheren, opinies, dus de sentimentsanalyse die jullie misschien wel bekend is. En hier kunnen we ook op basis van iemand zijn schrijfstijl gaan proberen te voorspellen of dat een man of een vrouw is, wat de leeftijdscategorie is, persoonlijkheid en opleidingsniveau. Een van de eerste dingen die we hebben gedaan is op basis van die sentimentsanalyse en die conceptextractie gaan kijken op Twitter wat het sentiment was over bepaalde politieke partijen en bepaalde politici. En we konden daar observeren dat door te kijken naar tweets die positief waren over bepaalde politieke partijen, dat die trends op Twitter eigenlijk relatief goed overeenkomen met wat we weten uit de peilingen en uiteindelijk de verkiezingsuitslagen. Nu, uiteraard, op Twitter zit je natuurlijk met een bepaalde doorsnede van de bevolking. En we zien ook hier dat bijvoorbeeld voor Vlaams Belang Twitter, en is misschien verrassend, maar we hebben het ook over 2012, dat er op dat moment veel minder Vlaams Belangers op Twitter aanwezig waren. Dus dat zijn de verkiezingen. Nu, als we gaan kijken naar Twitter als een mooie bubbel waar we wel interessante informatie uit kunnen halen, wel. Dat hebben we ook gedaan met een heel ander type van verkiezing, K3, zoek K3, enkele jaren geleden. We zijn een beetje uit de hand gelopen als een hobbyproject. We zijn gewoon gaan kijken, alle tweets over K3, zoek K3 gaan minen. En dan gaan meten, zijn de mensen positief of negatief over bepaalde zangeressen. En eigenlijk redelijk snel merkten we dat we door te gaan kijken wie er positief dan wel negatief werd vermeld op Twitter, dat we week na week konden voorspellen op voorhand wie er zou gaan afvallen. Dus hier in dit geval Nora, dat was eigenlijk mijn persoonlijke favoriet, Nora. Jammer genoeg kon het kind niet zingen. En op 31 oktober is zij er dan ook meedogenloos uitgeknikkerd. En dat hadden wij op voorhand zien aankomen. Het leukste was natuurlijk de finale waar we zijn gaan kijken. Kunnen we op voorhand voorspellen wie de nieuwe K3 zou worden? En inderdaad, we hebben dat op voorhand correct voorspeld. Klaasje, Hanne en Marten kregen de meeste positieve tweets. Hoewel puur in volume Jindra het meest werd vernoemd op Twitter, maar vooral in een negatieve context. Werd voornamelijk geassocieerd met het woord bitch. Dat is de data, dat is niet mijn opinie. Dat was gemakkelijk. Dat was, denk ik, op de finale hebben we 1 miljoen tweets verwerkt. Dat is relatief gemakkelijk. In vorig jaar, in mei, hebben we de oefening overgedaan voor het Eurovisie Songfestival. Dat was voor ons heel erg interessant om te kijken hoe gaat onze infrastructuur om met die grote massa van data die zal gegenereerd worden in zoveel verschillende talen. Hoe gaat onze pipeline daarop reageren? We hadden ondertussen een redelijk grote mond opgezet wat betreft K3 zoek K3. Voor Eurovisie Songfestival, I put my money where my mouth is. Op basis van de data kon ik voorspellen dat België het ging halen van Nederland. En ik heb, I put my money where my mouth is, 30 euro ingezet. En uiteindelijk op basis van die voorspellingen die heel duidelijk uit de data kwamen, 82,5 euro in de pocket gestoken. Return on investment van meer dan 200% op een aantal uren, niet slecht uiteraard. Interessanter was echter dat we ook zijn gaan kijken naar de demografische eigenschappen, hier weergegeven in deze Sankey, waar wij konden observeren dat er over de kandidaat van Ierland, die rond 9:30 gezongen heeft, dat heel erg veel vrouwen deze kandidaat vermelden, op zijn minst positief, maar ook heel veel neutraal. Maar dat was heel erg opvallend, waarom ineens zoveel vrouwen over Ierland? Ik wist het zelf niet, want ik heb zelf die show niet bekeken. Ik zat achter mijn pc, want die show is brol. Ik wou daar niet naar kijken. Maar dit was wel interessant. En dit was dan uiteindelijk de kandidaat van Ierland, deze mooie, lekkere Bink, die dus inderdaad, vanuit de data konden we zien dat die heel erg veel dames heeft kunnen aanspreken. Interessant.
dat uit de data dingen komen die we kunnen voorspellen en dat we inderdaad demografische subgroepen kunnen linken aan het appreciëren of het dan wel niet appreciëren van een bepaald product. Tot dusver de luchtigheid. Ik wil het nu een beetje serieuzer maken. Een ander project dat we hebben uitgevoerd en waar we op dit moment nog altijd mee bezig zijn, is met het ontwikkelen van custom classifiers. Je kan ook classificatietaken verzinnen waar je dan zo'n machine learning techniek voor kan bouwen. En een van de dingen waar we zijn aan begonnen na de aanslagen in Zaventem, is het proberen opstellen van een classifier, een tekstclassificatietechniek die jihadistische propaganda op sociale media kan ontdekken. Deze technologie hadden we al, het detecteren van het taalonderwerp, sentiment, leeftijd en geslacht en opleidingsniveau. Wat we dan hebben gedaan is een heleboel Twitter-accounts van bekende jihadisten. En we zijn ook op Telegram geweest en in WhatsApp-groepen gaan kijken over jihadisme gingen. We hebben al die data gescraped, tegelijkertijd een heleboel andere data verzameld en dan een tekstclassificatiesysteem gebouwd dat puur op basis van de data een kennismodel gaat opbouwen, een multidimensionaal kennismodel dat in staat is om nieuwe berichten op sociale media of andere tekstbronnen te identificeren. Dus dat is dan uiteindelijk gelukt. We hadden een redelijk goede classifier. Interessanter nog was dat we ook zijn... er is iets fout gebeurd met die slide, zie ik. Interessanter was dat we ook zijn gaan kijken naar de retoriek van die mensen. Er zijn een aantal woorden die we zelf konden verzinnen. Kafir, koufar, ongelovige, shirk, dat zijn bekende woorden. Maar wij hadden aan het begin geen enkele inzicht in hoe jihadisten communiceren, welke woorden zij gebruiken. Onderaan deze slide is er een mooi voorbeeldje van het woord coconut. Wij konden observeren dat het woord coconut heel erg veel gebruikt werd in dit soort van retoriek. En we dachten, ah, coconut, wat is dat? Dat blijkt een bedekte term te zijn voor slechte moslims. Bruin van buiten, wit van binnen. Ook iets dat wij op voorhand niet hadden kunnen voorspellen, maar wij konden, dus op basis van die machine learning technieken die zelf de retoriek van de jihadisten had geobserveerd en daarvan geleerd, dus geleerd dat dat een belangrijk sleutelwoord is. Uiteraard staat het iedereen vrij om te tweeten over coconuts, dat maakt van jou geen jihadist, maar in combinatie met eventueel andere woorden, bijvoorbeeld takfir, daula, of bepaalde emojis. Opnieuw, dit is een heel erg voorspellend emoji, het naar boven wijzen, naar een hogere macht. Opnieuw, dat op zichzelf is geen regel die zegt van dat is jihadistische propaganda, maar combineer dit in een multidimensionaal kennismodel en je hebt eigenlijk iets dat redelijk goed werkt om jihadisten op te sporen. We hebben dat dan ook nog in network analytics op toegepast om te kijken wie zijn daar de influencers, wie zijn er de opinion hubs, wie zijn gewoon de volgers van deze opinion hubs. En dus op basis van historische data hadden we kunnen voorspellen dat deze man, geboren in Molenbeek, uiteindelijk Syrië strijder geworden is. Hij had eigenlijk een heel hoog gewicht in zijn netwerk. Wel, mocht deze technologie zijn toegepast in die periode, dan hadden we die persoon kunnen identificeren. Oké, dus we hebben tekstanalyse, waarbij we automatisch retoriek kunnen vinden. We hebben netwerkanalyse en wij doen ook aan beeldanalyse, waar we dit soort van beelden kunnen klassificeren als zijnde mogelijke propaganda. Nu, in principe is er heel weinig verschil voor ons, vanuit het standpunt van de infrastructuur, is er weinig verschil tussen het vinden van de bad guys en het vinden van de good guys. Ik nodig jullie uit om, ik kan hier niet al te diep op ingaan, maar ik nodig jullie uit om deze link te bekijken. Ik heb een kleine case study uitgevoerd waar ik voor 72 uur 7 autobrands heb zitten scrapen op Twitter. Relatief eenvoudig. Dat levert ons 350.000 tweets op in meer dan 30 talen. En al die tweets zijn door onze API gestuurd en voorzien van demografische klassen. Daar kan je zien dat onder andere hier eenvoudige
pie chart. Mercedes werd het meest vernoemd, maar we zien ook hier dat Mercedes het meest negatief werd vernoemd. Had eigenlijk te maken met de rally in Bahrein, waar Hamilton niet echt goed heeft gepresteerd. Deze Sankeys kan je daar ook op vinden. Een paar interessante resultaten kan je zien dat Mercedes een brand is dat heel erg veel, of dat consistent meer extraverte mensen aanspreekt. Dat soort van kleine tidbits die je eigenlijk gratis uit Twitter zou kunnen halen, een overzicht daarvan kan je vinden op deze website. Eigenlijk dezelfde oefening als we gedaan hebben voor de jihadisten, hebben we ook gedaan voor deze automerken. Mensen die positief tweeten over Mercedes, welke woorden gebruiken die en negatief. We zien hier voor Mercedes luxury, F1, facelift, hooked supercars, negatief. Een vergelijking met Ferrari. Zoals gezegd, Hamilton komt hier in de negatieve tweets heel erg naar boven. En hetzelfde hebben we gedaan voor de andere automerken. Dat is een interessante toepassing, omdat je hier kan kijken wat zijn nu de talking points voor deze merken. En dit is mijn laatste punt dat ik zou kunnen maken. Als je meer weet over de retoriek van mensen die een bepaald product leuk vinden, kan je je daar ook op richten, bijvoorbeeld in een auteurstoel. We werken samen met Boomerang, een online marketing tool dat binnenkort zal launchen. En daar wordt onze technologie gebruikt niet zozeer om de tweets en de sociale mediaberichten te analyseren, maar om te kijken of een tekst die je geschreven hebt, of die goed overkomt. De achterliggende gedachte is dat een tekst die geschreven lijkt te zijn door een vrouw waarschijnlijk ook meer vrouwen zal aanspreken dan mannen. Dus dit soort van auteurstool, daar hebben we eigenlijk ook redelijk veel interesse in. Oké, wat volgt er nu nog voor TextGain? Deze zomer zullen wij meewerken aan de Google Summer of Code om een detectiesysteem te maken voor hate speech en fake news. It's going to be huge. We zijn ook nog bezig met verdere auteursprofilering. Dus niet alleen introvert en extravert, maar eigenlijk ja, wat drijft de mensen? Zijn dat mensen die je dominant mag benaderen? Zijn dat mensen die je meer observatief moet benaderen? Waar wij heel erg in geïnteresseerd zijn, en ik denk dat het een mooi publiek is om deze oproep te doen, is, wij kennen niks van marketing, maar we denken wel dat we tools hebben die hierbij kunnen helpen. En we zijn heel erg geïnteresseerd om een aantal dingen in co-creatie te beginnen bouwen. Op dit moment hebben we ons vooral gefocust op het zoeken van de bad guys, maar volgens mij kan je het net zo goed gebruiken om good guys te identificeren. Dat is het, dank u. Giep, toch een heel snelle vraag. Heeft de staatsveiligheid je al gecontacteerd? Daar mag ik niks over zeggen. Dank je wel.